trainingsinterviews om door te praten, maar Henk? Ja, luister. Het belangrijkste voor 50PLUS was toch, wij knokten tegen het nieuwe pensioenakkoord. Daar waren we mordicus op tegen. En dat was ik niet alleen. Dat was Martin van Rooyen, dat was Rob de Brouwer, Wilma Schoven, Bernard van Praag, Erik Lutjes. Wij allemaal knokten dat tegen. En dan komt er ineens een nieuwe kapitein op het schip. En die zegt dan, nee hoor, daar moet je toch in meebuigen. En dan denk ik, jongens, dit is het voornaamste punt. Daar hebben we voor geknokt. Daarom gingen de mensen naar 50PLUS toe. Daar heb je niet voor geknokt. Daar heb je gewoon jarenlang nee gezegd. En wat heb je daar bereikt? Helemaal niets. Nee, dat je langs de zijlijn staat. Diane, luister nou eens. Toen ik in de Kamer kwam, 10 jaar geleden, was het onderwerp pensioenen volstrekt taboe. En weet je nog dat jij bij... Ik wil ook best wel naar huis toe gaan. Maar luister nou alsjeblieft ook even een paar woorden naar mij. Mag toch? Even Henk, dus dat moet je hier niet doen. Dankjewel, voorzitter. Ja. Nee, luister, dat is het belangrijkste punt voor 50PLUS. Daar heb ik altijd voor gestreden. 10 jaar geleden was het een taboe-onderwerp. En nu zie je dat alle politieke partijen praten erover. Dat hebben we bereikt. Maar inclusief Henk, jouw eigen lijst Henk Krol. Wij stonden straks daar te praten en toen zei ik, Henk, ook jij belooft geen 65 jaar AOW bij 65 jaar. Zei, jawel hoor, Charles. Nee, luister. Waar staat het dan in jouw programma? Ze zijn met jouw programma gaan bladeren. Ja, nee, staat er dus niet in. Dus je zit wat dat betreft niet op de lijn. Op de lijn van 50PLUS. Nee, maar ik heb geen voetnootjes nodig in mijn, op mijn website. Het is geen voetnoot, het is een uitleg. Diane, ik kan zo moeilijk iets vertellen als jij er steeds doorheen zit. Ja, maar jij zegt net even iets en ik wil het even terug adresseren. Ja, even Henk en Diane. Ja. Luister, in mijn verkiezingsprogramma staat niet terug naar 65. Dat is wel mijn streven. Maar wat in mijn verkiezingsprogramma wel staat is, wij verzetten ons tegen dat nieuwe pensioenakkoord. En dat vind ik zo triest. Dat doe jij niet meer. Wij hebben altijd geknokt tegen D66. En wat is het eerste waar jij voor kiest als je een coalitie wilt vormen? Je oude partij, D66. Kijk, 10 jaar. Onvoorstelbaar. Ja, nou, heel kort. Kijk, meneer Krol geeft aan inderdaad dat er zijn twee dingen. Het zijn allebei onderdeel van het hoofdlijnakkoord. Want het pensioenakkoord is nog niet uitgewerkt. Dat moeten we doen. Hij zegt aan, wij streven naar 65. Wij zeggen ook, wij streven ernaar dat mensen met 65 met AOW kunnen. 10 jaar geleden, toen meneer, of 11 jaar geleden, toen meneer Krol in de Tweede Kamer ging, kan ik me nog heel goed herinneren dat meneer Krol bij Pauw zat en dat hij het eerste en tweede pijlerpensioen door elkaar heeft gehaald. Toen heb ik hem met zijn partner toen, nummer 2, dagenlang nog les gegeven over hoe zit dat nou precies in elkaar. Maar het zijn ook... Dat pensioenakkoord is heel belangrijk. Maar wij strijden er ook voor. Maar dit huidige stelsel is niet houdbaar en is zeker minder. Begrijp ik. En daar heeft meneer Krol niets bereikt. Heel